Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Vandaag gaan we de levensgevaarlijk ouderwetse Thunderkings van Nederland afsteken. Die zijn dus verboden een aantal jaar geleden. En dit is het eerste jaar dat ze niet meer mogen worden verkocht. Ze hebben dus wel een alternatief Thunderkings met een dubbele knal of een geel ervoor of wat dan ook. Maar zelfs die zijn ze aan het verbieden. Het is te bizar voor woorden. Ik vind het geen gevaarlijk vuurwerk, want het zit altijd netjes op een voetje. En nu hebben we een paar dagen geleden ook nog in de media gelezen dat ook die Coolbusters 2.0 niet mogen. Dus mocht jij nog geen bericht hebben ontvangen van jouw vuurwerkverkoper, dan zal het waarschijnlijk een teleurstelling zijn wanneer jij het wil gaan ophalen. Want alles moest dus binnen een week opgehaald worden door de leverancier bij alle vuurwerkwinkels. En als dat niet zou gebeuren, dan zouden ze €1 miljoen aan dwangsom moeten betalen. Hoe bizar is dat? Zo. Eerst even wat anders, jongens. Zo. Holy die moet je inlaten. Wat een timing. Dit is de allerlaatste kans dat je nog een aansteker kan bestellen via de post en dat hij dan met oud en nieuw aankomt. Zo, want we gaan nu namelijk echt richting oud en nieuw. Dus mocht jij er eentje willen bestellen, net zoals ons, zou ik dat doen op yourpyro.nl met de kortingscode PIROTINDELFT2022-4. Lekker bezig. Dan moet je kijken welke bakbeesten wij hier hebben ontvangen van ze. En ook deze basics. We gaan nu afsteken, jongens. Wordt de hoogste tijd. Let's go. Waren het niet dat het nog een grote onzekerheid is welke Thunderkings zich kunnen leveren dit jaar in Nederland? Want er zijn verschillende merken en importeurs die de nieuwe Thunderkings hebben liggen bij controlesystemen. Dus de vraag is, wat voor Thunderkings kunnen ze dadelijk leveren met oud en nieuw? Wij hebben hier de Thunderkings van vorig jaar. Single shot. Oftewel, die zijn verboden. Ik zou ook echt oppassen, jongens, met deze in je bezit te hebben. Want officieel is dit dus illegaal vuurwerk. Kijk daarmee uit. Want anders kan je dus misschien wel de sjaak zijn. En dat wil je niet voor zulke simpele producten die je gewoon in Nederland hebt gekocht. We hebben hier twee stuks van Madoc. Oftewel Cafferata. Nou weet ik zelf persoonlijk dat Cafferata een hele bulk Thunderkings nu bij de controle hebben liggen. En de vraag is dus of ze die nog gaan uitleveren. We hebben ze ook van Leslie. Hier zo. En dat zijn die oude vertrouwden. En hoe heet ze ook alweer? De Titans. 50 stuks. Die had ik met Jordi een paar bulkpacken van gehaald. We zijn op dit moment op een mooie locatie. Heeft ook een beetje gesneeuwd of zo. Natte sneeuw. Dus het is echt eind december sfeer, jongens. Deze hebben we ook. Die oude vertrouwde Titans van Leslie. Zetten we neer. Maar dit blijft toch wel echt nostalgie. Met dat plastic onderkantje. Überhaupt Madoc, hè? Dat is voor mij het gevoel van Thunderkings. We gaan ze afsteken, jongens. Laat even weten of jij dit jaar de nieuwe Thunderkings hebt besteld. Madoc, jongens. Hey, goeie knal, hè? Fantastisch. Titans. Die was beter. Veel beter, man. Deze zijn veel beter dan die van Madoc. Gek is dat, hè? Ik vind het zo zonde, jongens, dat de Thunderkings eruit gaan. Het zijn echt hele goede producten. En we hebben er jarenlang plezier van kunnen hebben. Dan blijf jij er lekker boven staan. Wat een producten, gek. Ja, zeker. Exact tegelijk, hè? Lekker pik. We hebben er twee tegelijk. Oh, dat blijft ook leuk. Het zijn goede dingen, hoor. En zelfs zonder voetje blijven ze gewoon staan. Dan staat er een aardige wind. Oh, die miste ik.
Toch grappig dat ze dan zeggen hè, van, vanwege stabiliteit en zo volgend jaar alles eruit. Maar bro, er staat een aardige wind, maar ja, ze blijven echt gewoon staan. Er valt een rekening om. En zet dan anders gewoon een goed voetje eronder. Hoor je hem nadreunen? Mm-hmm. Ik vind het dus echt onzin, jongens, dat deze dingen zogenaamd gevaarlijk zouden zijn. Ik weet dat mensen, ja, dus helaas misbruiken mensen vuurwerk door op andere mensen te gaan schieten of wat dan ook. Maar zolang je er gewoon veilig mee omgaat, is het in mijn ogen gewoon echt veilig vuurwerk. Maar dat zien ze dus helaas anders. Thunder King in de sneeuw. Wat een spirit. Lijp, hè? Nee, met een meddokje. Een meddok. Sier-effectje. Hoppa. Laatste, deze keer. Yes jongens, dat was weer de video van vandaag. Het is nog maar de vraag of ze dit jaar de Thunderkings kunnen uitleveren. Ze liggen dus echt op controle op momenteel. Omdat ja, heel eerlijk gezegd is het gewoon een maas in de wet dat die Thunderkings van dit jaar mogen. Want het is dus geen single shot, maar double shot. En dan mag het dus weer wel. De nieuwe Thunderkings vallen dus onder de mines. En daardoor mogen ze dus wel, maar ze liggen daardoor dus ook bij de controle nu. Volgend jaar zullen heel de Thunderkings eruit zijn, helaas. Daar baal ik gigantisch van, want dat waren wel echt de beste producten, vond ik. Om lekker op Oudjaarsdag gewoon lekker te stoken. Vooral tussendoor, hè? Precies, dus dat is zeer zonde. En volgend jaar heb je dus eigenlijk alleen maar de grotere compounds en zo, waardoor de populariteit, denk ik, van vuurwerk ook veel meer zal afnemen. Want ja, heel eerlijk gezegd, de meeste jongeren die kopen gewoon Thunderkings en dat soort dingen. Thanks in ieder geval voor het kijken. Laat even weten jongens in de reacties of jullie dit jaar de Thunderkings hebben besteld. Dan hoop ik maar dat je ze in huis gaat hebben. Wij gaan ze binnenkort voor jullie op beeld testen. Dus daar kunnen jullie op wachten. En vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.